Basisschool De Krink stond de afgelopen week helemaal in het teken van opera. Samen met Kunst in de Buurt Stichting Catharijn zijn de kinderen bezig geweest met het schrijven van teksten en het componeren van muziek voor een heuse kinderopera. Nou, iedere groep van de kleuters tot aan groep 8 hebben zelf een akte geschreven. En iedere akte gaat over een stukje geschiedenis van Maastricht. En er is een soort rode draad die door de hele opera loopt. En de rode draad die gaat over twee meisjes uit Maastricht die naar de schilder Gérard de Laresse uit in Luik op reis gaan. En tijdens die reis mijmeren ze over bijvoorbeeld het Romeinse badhuis in de Stokstraat. Of ze dromen over D'Artagnan die eigenlijk pas 200 jaar later bestaat. Maar zo maken we een beetje flashbacks en in de toekomst kijken en zo. Dat soort verhalen komen aan bod. Maria die is naar Luik gegaan voor Gérard. En Gérard, omdat ze zouden trouwen, maar van de vader en moeder van Gérard mocht het niet omdat ze niet rijk genoeg was. En toen is Maria en haar zusje zijn Gérard gaan aanvallen met een dolk en zo. En dan hebben we een liedje geschreven dat het hun gebroken hart elkaar in gevaar hebben gebracht. Jij was mijn hartedief, want jij was mijn lief. Wij waren toen niet blij, de relatie was voorbij. We waren zo verliefd op elkaar. Waarom hebben jullie voor opera gekozen en niet voor bijvoorbeeld een toegankelijker musical? Diverse redenen. In musical wordt ook geacteerd, er worden dus teksten gesproken, dat is weer een hele andere discipline. En we vonden opera is ook wel weer eens verrassend om dat onder kinderen te brengen. Iedereen kent al eenmaal die musical. In een opera wordt het hele verhaal met muziek verteld. Dus je hebt echt geen kans om iets uit te leggen met dialoog of zo. Het moet echt in die muziek zitten. Dus dat vonden we een heel verrassend uitgangspunt. Eerst hebben we van die stukjes gedaan en dan hebben we proberen allemaal te combineren. En toen zijn we een beetje gaan zingen, toen hebben we het ritme gedaan en toen is eigenlijk het een beetje zo het liedje gekomen. Was het niet hartstikke moeilijk om te doen? Nou, in het begin was het wel lastig, maar omdat we met de hele klas samen hebben gewerkt, ging het toch wel makkelijk. Is het uiteindelijk toch gelukt. Opera is eigenlijk best heel erg onbekend. Dus dat hebben we ze moeten leren, zeg maar. Dat hebben we ook in de eerste lessen zijn we er uitgebreid hebben daarbij stilgestaan. Van wat is nou eigenlijk opera? Hoe klonk dat 300 jaar geleden? Hoe klinkt een opera nu? En wat gaan we er zelf van maken? Was het niet moeilijk om met de kinderen zo'n eigenlijk toch best wel diepe verhaal inderdaad op papier te zetten? De geschiedenisverhalen zijn op deze manier wel heel creatief geworden. En de kinderen hebben dat op deze manier kunnen verwerken. Dus het was wel geschiedenis en het lijken hele zware verhalen. Maar het zijn eigenlijk ook wel hele spannende en vette verhalen die ze ook wel heel leuk vinden om daarover te zingen. Hoe was het om aan echte opera mee te werken? Heel leuk. Alleen in het begin was het wel een beetje moeilijk. Maar toen heeft ze ons verteld wat er allemaal in de opera was. En hebben we heel veel woordspelen gemaakt. En toen was het wat makkelijker geworden. Maar hebben jullie nou de afgelopen week in de klas geoefend? Volgende week gaan jullie echt voor een grote zaal spelen. Is dat spannend? Zeker weten. Je weet niet wat je overkomt. De zenuwen zijn mijn stemmen niet al. Oh. En jullie zijn allemaal ook nog goed bij stem? Ja, weet je wel. Ja. In ieder geval. Ja, wel.